Maar ze zeggen dat je creëert daarmee dat klimaat waardoor hij ook vermoord is. Ah, kijk, dat is al helemaal mooi. Dus als je kritisch bent, denkt u dat, stel voor dat Mark Rutte vermoord wordt, dan kunnen ze Van Rossum in de Frans Halsstraat in Utrecht opkomen pakken als de werkelijke moordenaar die erachter steekt. Wat is dat nou voor lulkoek? Ja. Dit is allemaal, nou ja, dat die rare emotionele sfeer die je toen ook had over Pim. Pim als de Messias, Pim als de gezondene. Pim neergedaald op een oplichtende trap uit de hemel. Hè? Waar die nu ook ongetwijfeld naast de Heer zit. Met Van Rossum, kunt u mij horen? Je abonneert je op ons kanaal door te klikken op het plusje in Apple Podcasts. En op Spotify druk je op abonneren en het belletje. Mag ik er nog een ander aan toevoegen? Pim Fortuyn, die nu ineens weer een indrukwekkende verhalen in de krant over zijn grote invloed en bijzondere gebeurtenissen en revolutie in de Nederlandse politiek. Nou, wat een fijne revolutie is dat geweest. Hartelijk dank, Pim Fortuyn. Lees eens iets wat die man geschreven heeft. Het hangt van onzin, oppervlakkigheid aan elkaar. Anders is het niet. En wat is zijn erfenis? Dat is Geert Wilders, niet waar? Waarvan ik al zei, als je dit soort van onzin gelooft, dan ben je ook niet goed bij je hoofd. Rita Verdonk, hè, de meest overschatte politicus van de afgelopen 25 jaar. En wat hebben we dan nog meer op dit... Nou ja, en tenslotte dan, niet waar, die tragische clown Thierry Baudet. Jaar 21. Oh ja, jaar 21. Wat een fijne erfenis. Dank u wel, dank u Pim. Fijne revolutie in de Nederlandse politiek. Totaal anders geworden, veel beter. Kijk naar die fractie van, er zitten drie normale mensen en de hele rest was niet goed snik. Nee, ik vind dat droevig. Ik vind het echt droevig. Maar wat hij wel deed is voor het eerst eens even benoemen wat heel veel mensen dachten. En dat heeft hij voor het eerst in de politiek gedaan. Ja, maar als heel veel mensen onzin denken, dan is het geen verdienst om dat te benoemen. Dan zou je daar ten opzichte van die opvattingen dien je kritisch op te stellen. Lees dat boekje tegen de islamisering van Nederland. Ik heb het al eens vaker aanbevolen. Dat was ook zijn partijprogramma. Hij zei, ik heb geen partijprogramma, ik heb een boekje. Lees het maar. Ja, hij is natuurlijk de persoon in de politiek. Net iets wat we niet moeten hebben, maar wat vooral door de televisie in hoge mate wordt bevorderd. Ja. Maar van hij was een talentvolle performer op televisie. Ja. Je weet, allerlei mensen zijn talentvol op de televisie. Dat zegt niets over hun intelligentie. Dat zegt niets over hun regeringsfähigkeit, als ik het zo mag noemen. B, niet waar. Dat zegt alleen iets over de vraag, doen ze het goed op de televisie, ja of nee? En dat deed hij. Dat deed hij, ja. Zonder meer. Trump ook. Ja. Ja, dat zijn lui die goed met de media om weten te gaan, maar dat zegt niets. Ja. Ik heb het geval eens vaker uitgelegd. Onze meest aantrekkelijke minister-president na de Tweede Wereldoorlog was Willem Drees. Eén ding, daar kun je 100% zeker van zijn. Drees zou het enorm slecht gedaan hebben op RTL 4. Ja. Maar hoe weet je dat? Drees zou elk televisiedebatje hebben verloren. Maar Fortuyn kwam toch niet achterlijk over? Dat was hij ook helemaal niet. Het was een ijdeltuid. Ja, maar je had niet het idee. Oppervlakkige geest. Ja, maar als je zit en te kijken... Een ongelukkig mens. Hij was verknoopt. Hoe bedoel je? Nou ja, hij was ongelukkig met zichzelf. Is dat zo? Ja, daardoor wou hij als kind paus worden. Nou goed, dan zou je zeggen, zo'n kind moet al een psychiatrische hulp hebben, zou ik zeggen. Waardoor was hij dan ongelukkig? Waardoor kwam dat? Ja, waarom kwam dat? Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Heel lang heeft hij psychiatrische zorg genoten, begreep ik. Of althans, met enige regelmaat met een psychiater gesproken. Wat precies de problemen waren, weet ik niet. Maar het was iemand die laten we zeggen, met... Hoe gek dat misschien ook klinkt, in het leven met zijn verkeerde been naar bed gestapt was. Waardoor hij altijd iets anders wou. Hij voelde zich niet erkend genoeg. Vandaar dat hij, hè, je ziet dat vingertje uit die auto komen. Hè. Let op mijn woorden, ik word minister-president. Ook als hij niet vermoord was, was hij geen minister-president geworden. Ik garandeer het je. Nou ja, ik weet niet of je die beeld nog kunt herinneren in Rotterdam, toen hij die gemeenteraadsverkiezing had gewonnen. Die zaal stond vol met mensen. Ja, dat geloof ik graag. Als een messias werd hij daar ontvangen. Ja, gemeenteraadsverkiezingen. Ja, maar dat was de opmaat naar de landelijke, want die waren een paar weken daarna. Ja, maar dat wilde... Nou ja, je weet hoeveel stemmen die heeft gehad bij de landelijke verkiezingen. 16%.
Wat veel was voor uit het niets. Ja, uit het niets is dat hartstikke veel. In Rotterdam veel. Had hij een derde van alle stemmen. Ja, 34% om precies te zijn. Dat is veel. Dat wil nog niet zeggen dat hij minister-president zou zijn geworden. Nee, lees dat boek. Er is een boek over, weet ik het, de lange verkiezingsstrijd van 2001 en 2002. Zoiets. Maar hoe prik jij dan door mensen die toch wel intelligent overkomen als je ze hoort praten, hoe prik je daar dan doorheen? Nou, dat is heel lastig. Er zijn heel veel mensen die enorm intelligent kunnen praten, maar dat wil nog niet zeggen dat ze geschikt zijn om minister-president te worden of directeur van de Shell of belangrijk wetenschappelijk onderzoek te doen. Als je natuurlijk een beetje vlot uit je woorden komt, maak je al vaak een heel intelligente indruk. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat je ook op de terreinen, niet waar, waar je dan misschien door anderen geschikt voor wordt geacht, ook geschikt bent. Ja. Dat zul je moeten bewijzen. En laten we wel wezen, wat zei ze ook over waar Pim komt, komt ruzie. Dat is niet een ideale start, psychisch gezien, voor iemand die minister-president wil worden. Ja, maar hij had ook zijn programma niet doorgerekend, hè? Vond hij niet nodig. Nee, we hebben ook trouwens van Geert ook de diverse programma's op A4'tjes en zo. En, nou ja, dus kortom, heeft die fortuinrevolutie, zoals dat wordt genoemd. Ik heb nog vaak wanhopig naar de buis geroepen. Het is helemaal geen revolutie. Ja, het is een deel van de bevolking die inderdaad, daar was overigens veel onderzoek al gedaan in de jaren 90. En door de paarse kabinetten was natuurlijk de Partij van de Arbeid, die was naar rechts opgeschoven. De VVD naar links om de paarse kabinetten te kunnen, zodat ter linkerzijde een gat ontstond electoraal, dat is de SP ingesprongen, en ter rechterzijde een gat ontstond waar Pim Fortuyn ingesprongen is. Niet precies weten wat hij aan het doen was, maar toen hij er helemaal ingesprongen was, bleek het een groot gat te zijn. Hmm. En daar hebben we nu nog steeds een laten we zeggen, rechtspopulistische, nationalistische groep van Kamerleden aan te danken, die godzijdank zo verdeeld zijn dat hun invloed beperkt is. Ja, er zijn toch nog steeds mensen die nemen het jou kwalijk dat je nog na zijn dood zo kritisch bent, hè, op hem. Oh, ik begrijp dus dat, omdat ik wil je erop wijzen dat Adolf Hitler een hele tijd dood is, maar ik begrijp dat ik nu moet zeggen, nou, van de doden niets dan goeds. Sympathieke man in alle opzichten, heel lief voor zijn secretaresses, een schat met honden. Nee. Hè. Ik heb het niet over, ik heb het over de politicus Pim Fortuyn en de ambities die hij had en waarover hij heeft gesproken. En dat vind ik waardeloos. Ik vond hem toen al een waardeloze figuur. Een kletsmajoor, een vlotte kletsmajoor. In sommige opzichten een briljante kletsmajoor. Maar je hoort het al, een kletsmajoor. Ja. Maar ze zeggen, je creëert daarmee dat klimaat waardoor hij ook vermoord is. Ah, kijk, dat is al helemaal mooi. Dus als je kritisch bent, denkt u dat, stel voor dat Mark Rutte vermoord wordt, dan kunnen ze voor Rossum in de Frans Halstraat in Utrecht opkomen pakken als de werkelijke moordenaar die erachter steekt. Wat is dat nou voor lulkoek? Dit is allemaal, nou ja, dat die rare emotionele sfeer die je toen ook had over Pim. Pim als de Messias, Pim als de gezondene, Pim neergedaald op een oplichtende trap uit de hemel. Hè? Waar die nu ook ongetwijfeld naast de Heer zit. Ja, jij ziet dat niet zo? Dat je nee, dat bent. Zie ik helemaal niet zo. Hmm. Nee, niet dat ik een taak in de wereld heb, maar ik mag toch wel zeggen waar ik kritisch over denk, daar zal ik kritisch over spreken. Ja, maar dat was ook het sentiment net na zijn dood, hè? Werd gezegd die link ook. Ja, de kogel kwam van links. Ja. Ja, dat is nogal een vrij algemene term, de kogel kwam van links. Nou ja, het Haagse grauw, zoals je weet, kwam onmiddellijk op de been en ik geloof dat er, nou ja, dat het niet veel scheelde of dat we hadden weer eens iemand gelyncht daar. Hmm. Ik dacht ook aan Johan Mies, iedereen zal wel aan Johan de Wit hebben gedaan. Ja. Kok heeft toen ook nog een hele emotionele toespraak meteen gehouden, na die moord. Ja, dat kan ik wel begrijpen, omdat ik natuurlijk. Die was erg aangedaan. Ja, terecht. Het was verschrikkelijk dat die man vermoord is. Dat is verschrikkelijk. Maar dat wil niet zeggen dat we daarna moeten zeggen, ach, het was eigenlijk, hoe is het mogelijk dat ook als Pim was blijven leven, dat het hele land zou heel anders zijn geworden. Dit is hetzelfde als het Kennedy-gelul, Pim Fortuyn-gelul. Natuurlijk dat gelul over mensen die nooit verder zijn gekomen dan hun eigen belofte. Hmm, ja. En aangezien die beloftes van Pim nergens op sloegen, ja, vind ik wel dat je daar kritisch over mag spreken. Ja. Maar dat mensen hem aanbaden geeft al aan wat een onvolwassen politieke opvattingen dergelijke mensen hebben. Ja, maar die zijn er natuurlijk nog steeds. Je moet niemand steeds aanbidden. Nee. Ook Pim Fortuyn niet.
En Joop den Uyl niet. En helemaal Wim Kok niet. Poetin niet. Hou ermee op. Ja. Ja. Het is toch grappig dat mensen die dus zoveel jaar dood zijn, dat die weer terugkomen. Hè? We hebben nu ook met... Dat is vooral voor mij, omdat we denken, we gaan er een leuke televisieserie van maken, toch? Ja, en Cruijff, die zou nu 75 zijn geworden, volgens mij. Ja, Cruijff, dat weten we allemaal. Dat is de Heere Jezus. Die werd ook over aanbidden gesproken. De Heere Jezus is echt terug geweest op aarde als voetballer. Ja. Kwam natuurlijk, want hij in de hemel dacht van, nou, voetballen lijkt me wel lollig. Hè? Ja. En als ik ga voetballen, nou ja, dat wordt iets wonderbaarlijks. En zo is het gegaan. JC, hè? Ja. Johan Cruijff. Ja. Daar was Tom Egbers nog van de week over aan het vertellen. Dat de koning Willem-Alexander dus nu een keer ook naar hem toe kwam om hem op te zoeken. Zo, dat is toch ongelooflijk. Jongen, dat is werkelijk ongelooflijk. Dat de koning iemand bezocht heeft uit zichzelf. Waarschijnlijk met zijn eigen tom, weet ik veel. Het was in het Mediapark en Cruijff zat in een studio en had geen tijd om hem te ontmoeten. En toen kwam de koning naar hem toe. Toen nog natuurlijk kroonprins. Dat is wat. Dat is het hoogste wat je in Nederland kunt bereiken. Jij zit in de studio, niet waar, om je eigenaardige opvattingen over de voetbal te etaleren, waar niemand vaak iets van begreep. En de koning komt zelf langs. Hij heeft zelfs geklopt eerst op de deur en gevraagd of hij erin mocht. Oh, jongens. Wat is dit toch heerlijk, hè? Tom Egbers vond het een heel mooie anekdote. Die, ja, ik begrijp het, ja. Zeker. Zat hij naast Cruijff of zo? Ja, die zat erbij, ja. Oh, ja, dus hij kwam ook naar Tom Egbers toe. Ja, ja. Jongen. Ik begrijp wat ik in mijn leven gemist heb. Weet je dat de koning nooit aan mij gevraagd heeft of hij eens naar mij toe mocht komen? Nooit. Nooit iets van gehoord. Maximaal 0,0. Sterker nog, als ze naar me toe komen van die familie, moet ik een formulier invullen dat ik deug. Ja. Dat is toch wat. Ja. Hoefde Cruijff niet eerst een formulier in te vullen. Nee, hij was zelfs gebeld de dag ervoor, maar hij had niet opgenomen. Of hij was dan niet of zoiets. Ja. Ja, ik hoorde toevallig. Dat zie je hem op zo zijn. Nou ja, hoe dan ook, wel een onzin. Oké, nog even een paar vragen. David Kambert Houten, die reageerde op de vraag die we hadden van mensen die geen nieuws meer volgen. Daar was jij wel voorstander van om dat te doen. Nou, doe het. Verminder het. Ja. Neem wat afstand ten aanzien van het nieuws. Ja, hij zegt, je zult verbaasd zijn over de rustgevende effecten daarvan. Hij is gestopt in januari 2020, vlak voor corona. Bleek achteraf een gelukkige timing te zijn. Ik ben ermee ook een interessant artikel tegengekomen uit de Correspondent. Het bevalt tot nu toe bijzonder goed. Nieuws bevat helaas vaak een fractie van de werkelijkheid. En het is meestal negatief gekleurd. Dus oorlogen, rampen. En bovendien krijg je van collega's en vrienden de belangrijkste punten ook wel te horen, zegt hij. Ja, de kans dat je echt grote dingen mist, ook als je geen nieuwsvolger meer bent, die is betrekkelijk klein. Maarten, een andere vraag is dit. Wist je dat Utrechts kraanwater uit dezelfde kwaver wordt opgepompt als het water van mineraalwatermerk Bar-le-Duc? Heb ik een keer op de keuringsdienst van waarde gezien. Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik weet wel dat het water bij, hoe heet dat, wat is ons bekendste? Vitens. Rode Spa? Nee. Oh, Spa Rood. Spa Rood? Nee, Bar-le-Duc. Nee, dat spul wat Heineken verkoopt. Die verkoopt ook mineraalwater. Oh ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Dat komt ergens op 1000 meter diep onder Bunnik vandaan. Mm. Er zijn betrekkelijk grote aquifers op grote diepte. Die kun je aanboeren en die kun je leegpompen. Of dat op de lange termijn ook een verstandig beleid is, durf ik je niet te zeggen. Maar ik heb altijd begrepen dat je hebt daar in Bunnik, daar zie je ook altijd al die kratjes staan. Ja. En dat water wat daar dus in die flessen wordt gedaan, dat komt op 1000 meter diepte uit de Bunnikse bodem. Ja. Mag ik er nog eens aan toevoegen? U kunt in Nederland gewoon het kraanwater drinken. Dat is van topkwaliteit. Ja. Echt waar. En u kunt zelfs, geloof ik, zijn er heel eenvoudige apparaatjes waarmee je ook koolzuur erin kunt pompen als u dat nou wil. Ja, maar dat werkt vindt. Niet goed. Er is in Nederland geen enkele reden om mineraalwater te kopen. In Amerika daarentegen wel. Daar kun je echt heel ronduit smerig kraanwater drinken, maar hier niet. China moet je het ook niet uit de kraan drinken. Zelfs die plaatsen waar je vroeger heel vies kraanwater had, omdat die, ik weet niet precies hoe dat kwam, zoals bij mijn opa en oma in Delft. Dat was echt ronduit smerig, dat kraanwater. Nee, nog erger was Texel in mijn vroege jeugd. Dat was een soort geel water.
Later is Tesla aangesloten bij Pijp uit Noord-Holland. Dat donk je toch niet? Wat? Dat donk je toch niet? Nee, wij wouden ons zelfs onze tanden er niet mee poetsen. Zo smerig vonden we het. Ja, dat is, snap ik wel, ja. Maar goed, in Nederland kun je het... En Nederland is een van die wonderlijke landen waar het kraanwater van prima kwaliteit is. Ja. Spa is niet beter dan Nederlands kraanwater. Ja. Jij bedoelt Chafontaine, denk ik. Ik weet het niet precies. Ja, ook zoiets. Ik bestel altijd gewoon een glaasje water. Ja. Ik sprak een man uit Finland en die vroeg, kan ik hier gewoon water uit de kraan drinken in Nederland? Ja. Zo, ja. In China kan dat ook niet, hè? Mineralen. Nee, dat verbaast mij niks. Nee. Dat verbaast mij niks. Dat moet dan. Bij ons vroeger dus ook niet altijd en overal, omdat het vaak zo vies was. Ik weet dat mijn tante werkte in Den Haag. En die daadje namelijk tip-top duinwater natuurlijk. En die had dan een soort van containertje voor Haags water. En dan reisde zij terug naar Delft, want daar woonden ze bij haar ouders. En dan konden ze thee zetten met behoorlijk water. Want met Delfts kraanwater kon je geen thee zetten. Nee, nee. Had je toen in de supermarkt nog geen gewone flessen met goed water? Ik heb geen idee. Ik heb, ja, de supermarkt. Kijk, mijn jeugd wordt beheerst door de winkel van de dames de Jong. Dat was dus een... Ja, dat was zoals het vroeger ging. Tot ik ging studeren. Daarna als student kwam je niet in de supermarkt. Althans, ik niet. Je kunt zeggen, hoe kwam je dan aan je voedsel? Ja, er waren winkeltjes in de buurt waar ik woonde als student. Maar goed... De dames de Jong, die waren weer de zusters van de cafébaas van aan de overkant, meneer de Jong. En daar ging je heen, maar je moeder schreef dan in een boekje, in een kruideniersboekje, schreef ze wat je dan. En dan ging je met dames de Jong en die leverde dat en stopte je tas en liep je weer naar huis. Ja. Ja. De dames de Jong, dat was denk ik 150 meter lopen of zo. Ja. Maar dat met die bubbeltjes, wat jij zegt, dat apparaat, dat is waardeloos. Oh ja? Ja, dan moet je steeds van die vullingen kopen. En als dat leeg is, moet je dat gaan inleveren bij de supermarkt. Oh jee, nee, dat moet je zeker niet vanwege doen. Vanwege milieudingen en zo. Ja, ik heb nog zakken vol afgewerkte batterijtjes, die moet ik ook nog wegbrengen. Je wil ze niet weggooien, maar die komt er ook niet toe om het eens even... Er zouden meer inzamelpunten moeten komen voor batterijtjes. Ja. Oplaadbare batterijen, moet je eens naar kijken. Ja, maar die schijnen ook na enige tijd hun capaciteit te verliezen. Oké. Wat is dat nou voor lulkoek? En als mij straks wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. Begin februari van 2002 gaf Fortuyn een interview aan de Volkskrant... waarin hij meldde aan de lezers dat Nederland vol was. Maarten Verossum over het populisme. En nou had hij juist aan Leefbaar Nederland beloofd... dat hij niet meer zou zeggen dat Nederland vol was. Want dat was natuurlijk, ja, begrijpt u, metaforisch voor het idee... dat er komt niks meer bij. Nou, wellicht hier en daar nog iemand, maar in ieder geval geen islamieten meer. Hè? Download het luisterboek via de link in de beschrijving.